wel morfine. Ja, ja, ja. Dit is de 25e editie dat hier alles wordt versierd aan de Gasthuisstraat. Ja, dat klopt. Ja. 25e keer dat we de straat gaan versieren voor het volksfeest. Ja. Altijd heel gezellig gebeuren met de hele buurt. Dus altijd leuk. Ja, dit is een beetje ook een sfeer van plakkenavond, hè? Ja, zoiets kan je het zien, hè? Ja. Hier begint bij ons het volksfeest. Ja. Het is een heel oud gebruik, want ik kan nog oude foto's nog herinneren van oude aanzichten van Winderswijk. Daar hebben ze die boren met bloemboeketten. Ja, ja. Komt het daar vandaan? Ja, dat was dus in feite wel een beetje een uitgangspunt. Dat we zeiden van nou, de straten zouden eens wat meer versierd moeten worden. Ja. En ja, de boog, dat kan dus niet, want de wagens zijn te groot en te hoog tegenwoordig. Dus dan moet je een alternatief zoeken. En dan zeiden we dus van nou, als iedere woning nou eens versierd wordt, gewoon met een toef, dan heb je toch het idee al van hè, het volksfeest, het fleurig inrijden voor de mensen. Ja. Dus dat is de achtergrond geweest in plaats van een boog. En op deze manier. Hoe is de respons? Want Gasthuisstraat is heel bekend. Hoe ontwikkelt zich dan elders in Winderswijk? Ja, op sommige plaatsen begint het dus nu ook wel. Ja. De Groenlose Weg doet eigenlijk al wel mee, een gedeelte. En je hebt aan de Singelweg doen ze een stuk mee. Die doen dan bijvoorbeeld een vaas met bloemen neerzetten in plaats van toeven maken. Maar dat is ook mogelijk, hè. Als je de plaats ervoor hebt, dat je een tuin voor huis hebt, kan je ook leuk een vaas met bloemen buiten neerzetten. Het hoeft niet per se aan de optocht. Nee, ik wou zeggen, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Ja. Alleen, ja goed, waar de optocht langs komt, is natuurlijk wel leuker dat daar dus ook echt versierd is. Hè. Hoe zijn de reacties vanuit het dagbestuur of van het bestuur van Vereniging Volksfeest? Nou, daar hoor je niet zo heel erg veel van, moet ik eerlijk zeggen. En van de gemeente? Maar, nee, ook niet zoveel. Ja. Maar goed, in het verleden was het altijd wel zo. Zo gauw als de koets er langs komt met de hoge heren, dan zwaaien ze altijd wel heel netjes. En naar de toeven zo van, nou fijn dat je het weer gedaan hebt. En u zwaaide terug? Dus, tuurlijk, wij zwaaien altijd terug. Onze buurman zat in het verleden altijd weer in de koets, dus dat was altijd toch wel even hè, een aandachtspuntje. Dus ja, zeker. Ja. Zo moeten we dat ook gezellig houden, hè. Ja. Die kan ik van ons zo nog ophalen, hè. Als dat nodig. Ja, je hebt er nou drie, hè. Ja, dat is. Alleen hier staat er nog één naam, joh. Nou, we zien Hans dat hij heel druk is. Hans de Paas. Ja, druk. Ja, ja, de groen is de basis. Ja. Ja. Hey, ik zie daar zo'n hele aardige combinatie met die lamp. Dan denk ik meteen aan Breer van Schitter. Is dat ook een mogelijkheid? Ja, naast de corso's? Tuurlijk. Altijd een. Dus Breer van kan het ook met bloemen zeggen bij jullie eigenlijk? Zo is dat, ja. Nou. Heb je hier staat de maakster ervan. Ja. Ja, dat ziet er schitterend uit. Nou, kijk.